Dag dames en heren, vandaag ben ik te gast bij een van de grootste sportclubs van Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Hockeyclub Rapide. En hier spelen zowel mannen als vrouwen en daarom heet het de Mixed Hockeyclub. Het weer is niet top, maar we gaan er toch aan beginnen. We gaan zo meteen de technische warm-up doen. Het pushen, het flatsen, het slaan, het aannemen. Goedenavond. Goedenavond. Dag Marjan. Dag Jan-Jaap. Ik mocht meedoen geloof ik vandaag, hè? Ja, dat heb ik gehoord, ja. Ik heb er zin in. Wie zijn dit? Dit zijn de dametjes C1 van Hockeyclub Rapide. Stuk voor stuk talenten, denk ik, hè? Ja. Ja, 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 maar moet ik zeggen nu? Ja. Mijn battle van vandaag, daar ben ik al heel benieuwd naar natuurlijk. Want dan moet ik heel de uitzending naartoe leven. Ja, daar hebben wij lang over nagedacht. En wat heel belangrijk bij het hockey is, is de strafcorner. Ja. Er wordt heel veel uitgescoord, wordt heel veel op getraind. En wij willen straks wel eens zien, als jij 5 strafcorners mag nemen, hoe vaak jij onze keeper kan verschalken. Oké, en hoeveel moeten we erin om de battle te laten slagen? Als jij de 2 maakt, dan mag je met de borst vooruit het veld af. Oké, dan gaan we. Ja. Handen boven elkaar? Nou, probeer eens maar eens. Dan gaan we eens even kijken wat jij daarvan maakt. Goed. Bij het pushen zijn de handen uit elkaar. En de linkse hand die is altijd netjes boven. Heel goed. Ja. En dan lopen we achter de bal aan. Keurig. En als je hem dan mooi wil mikken, dan eventjes met je stick de bal goed begeleiden. Dus netjes wijzen naar Morgane, die staat tegenover je. Ja. En netjes nawijzen dat hij precies bij haar op de stick komt. Oh! Juist. Ja, dat is geen goede paar, ja, 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 ja. Het is de hoogste tijd om wat meer over Rapide te weten te komen. En daarom heb ik Koen bij me, bestuurslid. Koen, ik zag net bijna 500 leden bij jullie. Rapide, dat is een grote club. Klopt. Rapide is een forse vereniging. 500 leden. 75 jaar geleden opgericht door de heren achter mij. Twee heren Zaman en de heer Vassaert. Die bij de grondlegging betrokken waren. We bestaan 75 jaar. Dat hebben we goed gevierd in november 2017. Daarbij is een kledingplan geïntroduceerd. Daar hangt een foto genomen waarbij alle leden het tenue hebben uitgereikt gekregen. Mm-hmm. Dus als je hier in het weekend komt, ziet iedereen er eigenlijk hetzelfde uit? Wij zien er bijna allemaal hetzelfde uit, inderdaad. Ja, klopt. Ja, is hockey een beetje een populaire sport hier in de regio? Ja, Hulst houdt ook wel van hockey, denk ik. Tal van activiteiten worden goed bezocht. Ja. Ja, en zelf speel je ook nog? Zelf speel ik bij Rapide Heren 2. Het is een leuk team en op zondag hebben wij lol met elkaar om een balletje te slaan. Ja, ja. Nou heb je natuurlijk hier in Zeeuws-Vlaanderen voetbalclubs om de 5 meter bijna. Maar als je wil hockeyen tegen een tegenstander moet je nog wel een stukje rijden. Ja, wij zijn gewend om richting Brabant te gaan. Meestal ook wel voor werk, zie je dat vaak, maar ook om te sporten. Dat zit er nou gewoon helemaal in en wij zijn gewend om even een uurtje te rijden en dan zijn we er. Ja, en je hebt er ook voordelen van, want iedereen hier in de buurt, als je wil hockeyen, moet je bij Rapide zijn. Dan komen we bij Rapide, ja. Klopt. Ja. Hoe zie jij de toekomst? Willen jullie nog groter? Willen jullie ambitieuzer met de eerste teams? Nee, groter hoeven we niet. Het is ook geen streven geweest om meer en meer leden te halen. We willen kwalitatief een goede vereniging zijn. Waarbij gewoon veel aandacht wordt geschonken aan opleiding van onze jeugd. Ja. En over die eerste teams, moeten die nog hoger gaan spelen? Of, de eerste teams mogen altijd wat hoger spelen. Dat kost tijd. Ja. Nog even na het 75-jarig bestaan, want dit boek hoorde er ook bij. Dit boek hoort er ook bij. Prachtig boek hebben we laten samenstellen. Daar is veel werk aan gespendeerd. Ik wil je dat graag overhandigen. Oh, hartstikke leuk. Neem een exemplaar mee, zou ik zeggen. Doe ik. Trots op MHC Rapide. De Mixed Hockey Club betekent dat volgens mij, hè? Inderdaad. Ja, vrouwen en mannen. Ja, ja, nou, ja. Ik ga er eens in bladeren. Maar eerst weer trainen, want dat is belangrijk. Hartstikke goed. Bedankt voor de uitleg. Dank. Ik geef 1 advies. Ja. De bal gelijk aan de linkse voet. Dus dit moet 1 lijn zijn met jouw linkse voet. Ja. En omhoog of? Nee, op het gras. Oh, op het gras. Okay. En dan over het gras er tegenaan. Komt ie, ja. Juist, kijk. Oké, en weer lopen. En dan gaan we, dames. Hoppakee. Wow. Niet te hard spelen. Juist. Ook weer netjes nawijzen. Zo, bijna door je lens. Juist. Juist, prima, keurig. Hatse flats. Ja, Zoe, we gaan het hebben over de regels van het hockey en wat er allemaal bij hoort. We staan natuurlijk hier op het hockeyveld. Ik val me gelijk op dat je hier een grote cirkel hebt waar we bij staan. Wat is dat voor cirkel? Ja, dat is de strafcornercirkel. Oké.
En wanneer krijg je een strafcorner mee? Als de bal tegen je voet aankomt van de verdedigers, dan krijg je een strafcorner. Ja, en dan mag hem één aangeven. Ja. En de ander mag schieten. Ja. Het is de battle die ik straks ga doen, dus daarom weet ik dat al een beetje. Hier heb je een soort stippellijn. Wat is dat voor lijn? Dat is 5 meter afstand vanaf de cirkel. Dat is precies 5 meter. Oké, en wanneer moet je daar staan bij een strafcorner? Nee, dat is eigenlijk, als hier de bal wordt genomen, dan is dat 5 meter afstand. Oké. En heb je daarachter nog een lijn? Van links naar rechts? Ja, dat is de 23 meter lijn. Ja? Als de bal achter gaat, op de achterlijn, dan mag de aanvaller hem daar nemen. Oké. En dan heb je natuurlijk nog hier de cirkel. Mag je binnen de cirkel ook scoren? Ja, je moet binnen de cirkel scoren. Je moet binnen de cirkel scoren. Als je er buiten staat, mag je niet scoren. Nee, dan telt hij niet. Een afstandsschot van zover telt niet. Nee. Dan hebben we natuurlijk de stick. Ja. Die heeft 2 kanten, hè? Ja, bol en plat. Ja? Het is plat? Ja, en dit is de bolkant. En met de bolkant mag je niet spelen. Alleen met de platkant. Oké, dus je mag eigenlijk maar met 1 kant van je stick spelen. Waarom is dat, weet je dat? Om het iets moeilijker te maken, denk ik gewoon. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, oké. Dan hebben we deze nog. Die horen bij de strafcorners, ja, hè? Klopt. De uitlopers hebben die op voor hun gezicht te beschermen. Want het kan gevaarlijk zijn bij een strafcorner. Een sleep push die mag hoog en dan kan je mee je gezicht krijgen. Ja, en wie het dan natuurlijk het zwaarste verduren heeft... Ja, dat is het. Keeper. Is die? Zullen we eens even gaan kijken? Want normaal staan natuurlijk, sta je gewoon in je hockeykleren, maar dit is even wat anders. Wie is dit eigenlijk? Ja, dat is de keeper. Ja, hoe heet hij? Michael. Ah, Michael. Oh. Sta je er lekker bij? Goed zo. Wat heeft Michael allemaal op, Zoe? De helm. Ja? Dan heeft hij nog een halsbandje, body protector. Ja? Dan 2 elleboogbeschermers, handschoenen. Ja? Dan heeft hij een broek met bescherming erin. Ja? En daaronder heeft hij nog een tok. En die zijn zowel voor vrouwen als voor mannen. Ja? Dan heeft hij leggards aan en klompen. Dit zijn? Leggards. Leggards, oké. En die zijn keihard, dan kan die bal niet door. Nee. En de klompen ook? Ja. En dan moet je wel willen keepen, want je moet je flink verkleden voordat je op een goal kan. Hoe lang ben je bezig geweest eigenlijk? Eerste keer dat ik het pak aan doe. Eerste keer. En hoe lang heb je erover gedaan? Een kwartier of zo? Nou, misschien een kleine 10 minuutjes. 10 minuutjes, oké. Ja. Nou, er komt heel wat bij kijken, dus jij houdt maar gewoon bij speelster zijn, denk ik, hè? Want dan hoef je dat niet allemaal aan. Oké, nou, we weten wat meer van het hockeyspel. Tijd voor de talenten van Rapide. Dit zijn ze vandaag, Roosmarijn en Jeroen. Jeroen, hoe lang speel je al hier bij Rapide? Ik speel al een jaar. Oké, en wat vind je leuk aan hockey? Ik vind het leuk dat je een beetje met je stick mag slaan en wedstrijden kan spelen. Dat vind ik gewoon leuk. Ja, speel je ook wel eens wedstrijden, Roosmarijn? Ja. En mag je dan ook de bal bij hockey met je voet raken? Nee. Wat zegt de scheidsrechter dan? Shoot. Shoot. En dan is het bal voor de tegenpartij? Ja. Oké. En Jeroen, en jij speelt in welk team bij Rapide? Ik speel in J6E1. J6E1, dus dat is een zestal. Met z'n zessen. Ja. En wat kun jij goed bij het hockey? Ik kan heel goed flatsen. Flatsen? Flatsen. Wat is dat? Dan kan je heel hard tegen de bal slaan. Oké, echt heel hard? Echt heel hard. Echt heel hard. En jij, Roosmarijn, wat kun jij goed bij het hockey? Pushen. Pushen? En wat is dat dan, pushen? Dan moet je soort van alleen dan zacht tegen de bal slaan. Ik denk dat het tijd is om te kijken hoe ze dat doen. Flatsen en pushen. Ik ben heel benieuwd. Oké, Jeroen gaat flatsen. Nou, doe je best, Jeroen. Zo, hé. Ja, Roosmarijn gaat pushen. Nou, daar komt-ie. Hoppakee. Push. Zo, hé. Oké, een beetje tempo erin, meiden. Kom op, hop. Juist, aannemen. Pasen, aannemen en spelen weer. Goed zo. Ja, mag je naar Febe. Netjes aannemen. Oké. Paasje, mag je hier weer aansluiten, Jaap. Sorry. We zorgen voor chaos. Ja. Niet te hard, rustig pushen. En dan mag je hem netjes meegeven. Juist, keurig, Jaap. Juist, handen uit elkaar, prima. Oh, dat mag niet, hè? Ja, hebben we niet gezien. Sorry. Hebben we niet gezien. Netjes aannemen, krijg je hem netjes mee. Aannemen weer, cirkel in. En probeer te scoren. Ah, nee! Ja, topkeeper! Oh. Juist, heel goed, Nora. Dus flatsen, keurig. Aan die kant. Netjes breed. Netjes breed geven. Handen breed, Jan-Jaap. Heel goed. Ja, en netjes mee. Ja. In de loop. Ja, netjes breed. Netjes diep gaan. Krijg je mee. Kijk. Oh. Ja. Yes.
Tijd voor het clubicoon en dat is bij Rapide Frank van Kampenhout. Ja Frank, we staan hier op jullie prachtige complex. Jij bent al 45 jaar lid van deze club. Hoe was het vroeger eigenlijk gesteld met de velden? Ja, dat was een iets andere omgeving dan. Dan waren het voetbalvelden bij HVV, in ieder geval toen ik begon. Helemaal in het begin waren het nog andere, maar wij zijn begonnen bij HVV toen. Er waren twee natuurgrasvelden en je weet, de voetbal zelf maakt er ook nog gebruik van. Dus het gebeurde wel eens dat je na een slijding met de voetbal en wij moesten erop hockeyen, dat we de bal wel eens een keer kwijt waren in zo'n slijding. Ja, en de put in het veld. Ja, de put in het veld zo. Ja, 15 jaar in het eerste gespeeld. Ja. Wat voor speler was jij? Ja, ik ben altijd fanatiek. Niet alleen als speler, maar ook in bestuurlijke functies. Maar sowieso als speler ook heb ik in het begin altijd linksbuiten gestaan. Graag scorende natuurlijk. Naarmate je ouder wordt, en dat zie je ook bij andere sporten, maar ook bij ons, dan ga je zakje af naar de verdediging en uiteindelijk laatste man. En daar ben ik dan ook aan geëindigd. Ja, er ligt hier bijvoorbeeld ook nog een kampioensfoto van 2008, 2009 van Dames 1. Toen was jij de trainer. Ja, samen met Mark-Jan de Jonge hebben wij die dames toen getraind. En we zijn toen vanuit vierde klasse naar derde klasse en uiteindelijk naar tweede klasse gepromoveerd. Dat was een geweldig uitbundig feest, want dat was de eerste keer dat Rapide tweede klasse ging spelen met de dames. En dat was gewoon een prachtig moment en dik verdiend ook. Dus, Wil ik toch nog even terug naar jouw actieve carrière. Wat was van die 15 jaar de mooiste tijd, vond jij? Dat was uiteindelijk wel het kampioenschap van Heren naar van de Heren 1, waar ik in speelde. Waar wij ook kampioen werden en gingen naar de tweede klasse. En eigenlijk het beslissende moment was bij Vlissingen uit. En daar bleef het heel lang 0-0. En we hadden ook maar één punt nodig. Maar op de laatste minuut haalde ik daar nog een bal van de lijn, waar we uiteindelijk toch het kampioenschap binnenhaalden. Met 0-0? Met 0-0. Ja, en daar hoort deze foto bij, dat team. Niet met kampioensbloemen, maar dit was wel het team. Dat was een geweldig goed team ook. En het was met kunst en vliegwerk dat we het kampioenschap binnengehaald hebben in Vlissingen. Want dat was toch wel een felle tegenstander van ons altijd. Het is een echte derby, de Zeeuwse derby. Zoveel ploegen hebben we niet. Dus dat was toch een mooi kampioenschap wat we binnengehaald hebben. Tijd voor de conditietest van Rapide. Dit is Sam, 16 jaar en speelster van de A1. Dit is Dries, hij is 15 en speelt in de B1. En dit is Nina, 9 jaar en speelster van de E1. En ze kunnen ontzettend hard rennen, let maar op. Team Rapide, zijn we klaar? Ja. 3, 2, 1, start. Kom op, kom op. Ja, mooi. En allebei raken. Goed zo, goed zo. Oh, mooi. Snel. Heel goed. Pak ze op. Oh, deze kant. Ja, ik geef hem wel aan. En naar beneden met de benen. 1, 2, 3, 4, 5. Heel goed hoor. Kom maar. Om geel. Tussendoor. En buitenom, buitenom, buitenom. Ja, ik hou hem vast. 10 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heel goed. En rennen, rennen, rennen. En tik niet aan. Zo, wat een snelheid. Heel goed zeg. En allebei raken. Nina. Mooi Nina, mooi. Daar gaan we. Pak op. Ja. En naar beneden. 1, 2, 3. Ja, gaat goed. 4 en de laatste. 5. Heel goed. Om geel heen. Om geel heen tussendoor. En helemaal buitenom. Buitenom, buitenom. Heel goed Nina. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Heel goed rennen en naar Dries, naar Dries, naar Dries. Heel goed. Kom aan Dries. Hoppa, oh mooi. Ja, heel goed, heel goed. En dan gaan we. Dries, 5 keer. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, goed. Om geel. Tussendoor. En helemaal buitenom. Ja, en 10 keer. Dries, kom op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, en over de finish. En stop. Ze gingen als een raket. Een tijd van 1.31. Knap gedaan, maar net niet in onze top 3. Toch een applaus van de andere hockeyers, toch? Ja. Goed gedaan, Nina. Dankjewel voor het meedoen. Dag, Ab. Goedemiddag. Goedemiddag. Voordat ik straks aan mijn battle ga beginnen, kom ik jou nog even helpen. Want, ja, dat is fijn. Er moet opgeruimd worden, geloof ik, hè? Ja, dat moet ook gebeuren. Hè. We moeten de zaak toch een beetje netjes houden. Want waar staan we nu? We staan nu in het hok waar met name de keeperspullen opgeborgen worden. Dus de keepers hebben allemaal een hele grote tas. En om die mee te sjouwen, dat is natuurlijk best wel lastig. Dus die hebben allemaal hun eigen lokker. En daar kunnen ze hun spullen in kwijt. Oké, okay, en er liggen nog wat sticks. En die zijn met name voor de jongste jeugd. Als de nieuwe leden komen, dan is het plezierig dat die ook even een stick kunnen gebruiken van de vereniging. Dus dat moet ook weer een beetje geordend worden. Ik heb begrepen dat jij al heel lang vrijwilligerswerk doet bij Rapide. Ik ben sinds 1983 actief als
Vrijwilliger, ja. Ik ben er ingerold via mijn kinders. Want die gingen hockeyen? Mijn zoon die ging helaas hockeyen. Hoezo helaas? Had je er niet veel mee met de sport? Nee, ik had er eigenlijk niet zoveel mee, nee. Ik herinner me nog de middelbare school waar we wel eens gingen hockeyen. En toen was ik er bang van. Oké. Okay. Toen op een of andere manier ben je dan toch ingerold. Nou ja, soms rol je in dingen zonder dat je het weet. Ja, en nooit meer weggegaan. En altijd actief gebleven, ook toen de kinderen vertrokken waren. Oké, okay. En ik heb zelfs begrepen, terwijl ik deze even wegleg, dat je ook nog als coach bent geweest van Heren 1 hier bij Rapide. Ja, dat klopt. Dus van eigenlijk geen hockeyman tot de coach van het vlaggenschip. Ja, het kan eraan lopen in het leven, hè? Nou ja, ik ben meegegroeid met het jeugdteam dat ik altijd heb begeleid. En die zijn op een gegeven moment zijn die naar de senioren gegaan. En nou ja, toen in 1995 ben ik coach geworden van Heren 1. Okay. En toen zijn we gelijk van derde klasse naar tweede klasse gepromoveerd. Ja. En een aantal jaren in de tweede klasse gespeeld. Nou ja, en dan ben ik een paar jaar gestopt. Weer opnieuw begonnen, een jaar of vier. Dan weer even gestopt en intussen nog even iets bij de dames gedaan. En dan weer nog een aantal jaren Heren 1 gedaan. Dus wel een hockeyliefhebber geworden? Ik ben het wel geworden, ja. Ja, mooi. Het is een mooie sport en een hele leuke vereniging. Dat speelt natuurlijk ook mee. Ja, nee zeker. Dus, nou, dit moet er ook nog in en dan is die weer netjes volgens mij, hè? Ja, maar het is ook belangrijk om het netjes te houden. Ook omdat hier natuurlijk de AED is, de brancard ligt. Dus dat moet natuurlijk goed bereikt worden. Oh ja, voor de veiligheid van de club. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Want ja, er gebeurt niet veel bij hockey, maar ja... Als er iets gebeurt, dan kan het toch wel even aankomen. Dan moet het voorradig zijn. Dan moet het voorradig zijn. Oké. Okay. Dus, nou, ik ga mijn bed op beginnen, want het is de hoogste tijd ervoor. Nou. Bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. Succes. Dag, dank je. Goed, Marc-Jan, tijd voor de battle. Zeg hem nog even kort. 5 strafcorners, 2 doelpunten, borst vooruit van het veld af. Ja. En anders, ja. Goeie keeper? Dat gaan we zien, maar ik ben bang. Hoe heet ze? Nora. Om te kopen? Nou, denk het niet. Okay. Nee, ik heb deze nog van de rugby. Is die nodig? Of, Altijd. Altijd in. Over. Voor de veiligheid. Oké, doe ik. Succes. Dank je. Ah! Ah! Weer! Ah! Oh, Paul. Nou, Marc-Jan, dat was moeilijker dan ik dacht. 0, niet eens eentje. Nee, dat is een tegenvaller, hè? Waar lag het aan? Ik denk de keeper. Ja, die was te goed. Je hebt allemaal tussen de palen gespeeld, eentje op de paal. Dus wat dat gaat... Het is een goede keeper. Bedankt voor de uitslag. Graag gedaan. Ik ga mijn teamgenoten nog even bedanken. Dit was Rapide, tot volgende week. Dankjewel, meiden. Goed gekeerd. Dankjewel.